Ja, geeft de Bijbel jou ook natuurwetenschappelijke kennis of inspiratie? Laat ik het ietsje breder maken. Stel eens voor dat het zo was, hè? Mooi, hè? Nee, stel eens voor dat het zo was. Dat zijn alle kringen. Ik zit in een heel competitief vak. Wij willen alle met z'n allen iemand anders te slim af zijn. Een student en ik willen iemand anders te slim af zijn. Daar gebruiken we alle toegestane hulpmiddels voor. Stel eens voor dat we een boek hadden. En ik leg het hier op tafel. Ik zei tegen mijn studenten, hier kun je ideeën op doen. Dan zou iedereen dat boek gaan lezen. Dat zou de verplichte lectuur zijn. En je snapt al, dan ga je echt de Bijbel lezen om volkomen verkeerde reden. Hè? Dus nee, zo is het niet. De Bijbel is het boek waarin je leert wie God is. Dat is dus als je op zoek gaat naar God, dan kan je zeggen, pak de Bijbel. Begin eens wat te lezen, vooral met je achterin beginnen. Vooral. Want daar kun je leren wie God is. Maar het is geen boek waarin je op het spoor van de natuurwetten gezet wordt. En dat is niet zo om een hele duidelijke reden. Dan zou je de Bijbel op de verkeerde manier gebruiken. Carlo ziet de Bijbel dus heel duidelijk niet als een wetenschapsboek. Maar vooral een boek om God te leren kennen. Voor Wim blijft dan wel de vraag wat Carlo dan doet met waarheidsclaims die door sommige christenen worden gedaan op basis van de Bijbel. Zoals de ouderdom van de aarde. Hoe rijm je de wetenschappelijke inzichten dat de Big Bang 13,8 miljard jaar geleden plaatsvond en dat de aarde 4,6 miljard jaar oud is met wat er in de Bijbel staat? De Bijbel is een boek waarin ik erachter kom wie God is. Het is tussen de 3 en 2000 jaar geleden geschreven. Die mensen wisten dat natuurlijk niet. Hoe zouden ze het hebben kunnen weten? En zelfs als het, wat men dan soms zegt, door God geïnspireerd was, zouden ze het ook niet gesnapt hebben. Het is niet voor niks. De Bijbel is geschreven in een bepaalde tijd. En het gaat over herders, want daar waren herders. En schapen, want ze hadden schapen. En het gaat over Egypte, want daar woonden ze. En het gaat over 6 dagen schepping. 6 dagen schepping. Misschien dachten ze dat ook wel, dat het in 6 dagen gebeurd was. Omdat ze gewoon niet die wetenschappelijke kennis hadden. Waar had die vandaan moeten komen? Maar anders schrijven ze niet op dat het niet... Nee, maar waar had die kennis vandaan moeten komen? Het doel van dat verhaal opschrijven was ook toen, ben ik absoluut van overtuigd, en anderen. Het doel van het verhaal was om te laten zien dat God bestaat, dat God ons gewild heeft, dat er veel is waar we God dankbaar voor kunnen zijn. Dat hij ons redt, dat hij ons nog steeds redt, dat hij ons nabij is. Dat is de reden waarom ongetwijfeld de Joden het opschreven. Het scheppingsverhaal uit de Bijbel ziet Carlo, net als veel andere christenen, niet als een ooggetuigenverslag. Zoals bijvoorbeeld de verhalen over het leven van Jezus. Het scheppingsverhaal is voor hem geschreven als een metafoor van een zorgzame God. Ondanks dat Carlo weet dat sommige christenen dit verhaal wel letterlijk nemen. Heb je ooit geloofd in de 6000 jaar, ongeveer 6000 jaar? Nee. Maar ik kom uit de traditie waarin dat ook nooit gespeeld heeft. Dus wetenschap en wetenschappelijke kennis is prachtig en is geweldig. En kan ons wellicht ook iets vertellen over wie God is. In ieder geval mij vertelt het wel iets over wie God is, maar altijd op een niet dwingende manier. Op een niet dwingende manier die het mogelijk maakt om die wetenschappelijke kennis tot je te nemen. En zeggen, God, wat is mooi, wat is prachtig. Dus de Bijbel is het boek wat je leest als je erachter wil komen wie God is, wie Jezus Christus is, wie de mens is. En daar is het een mooi boek. En daar is het nog steeds nuttig voor, toch? Ik denk dat alles voor meerdere interpretaties vatbaar is. Ook in de Bijbel, maar niks. Ook in de wetenschap zie je bijvoorbeeld dat we het over allerlei dingen oneens zijn als wetenschappers. Betekent dat we dan daarmee zeggen dat de natuur geen betrouwbare bron of nuttige bron van kennis is? Nee, ja, dat heeft te maken met onze feilbaarheid als mensen, denk ik. En daar kan ik me ook... Kan ik ook boos over worden, over het feit dat mensen in de natuur dingen verkeerd interpreteren, maar ook dat mensen in de Bijbel dingen op zo'n manier interpreteren. Maar dat betekent voor mij niet dat het daarmee geen waardevolle bron van kennis zou kunnen zijn. Ook al is dat geen natuurwetenschappelijke kennis.